Deze keer een keer niet vanuit mijn werkplaats, maar vanuit het bos. Dan ga ik altijd even tussendoor met Mika wandelen. Dan is hij ook weer even rustig, want hij is altijd erg aandachtvrager. En dan kan ik niet echt lekker werken, maar nu dus eventjes aan het wandelen. En in de tussentijd dat hij lekker aan het snuffelen is overal, ga ik altijd even op zoek naar wat mooie stukken verweerd hout. En er liggen er hier altijd genoeg. Maar ik moet wel een bepaald soort hout hebben. Want als je bijvoorbeeld berkenhout of beukenhout neemt, dat is allemaal verrot van binnen. Dus het is misschien wel mooi verweerd, maar het is ook verrot. En dat, daar heb je niet zo heel veel aan. Wat ik zoek is dus mooi eikenhout, wat aan de buitenkant verweerd is. En als je daar iets vanaf haalt, dan kom je weer gewoon goed hout tegen. En dat zoek ik dus. En dan het liefst een mooi ruig stuk waar ik iets mooi en glad in kan maken. Dus dat je dat mooie contrast weer krijgt. Dus daar ben ik naar op zoek en dat doe ik dan vaak in de tussentijd dat Mika zijn behoefte aan het doen is. Oh. Komt hij aan hoor, meneer. Zo, en zo loop ik altijd het bos uit. Mensen kijken me altijd wel een beetje vreemd aan. Het is behoorlijk koud vandaag, dus harde wind, koud, brrr, niks aan. Lekker naar mijn werkplaats weer straks. Nou, zie je zo. Tot zo. Kijk, dit is ook een stukje gevonden hout. En de buitenzijde is dan vaak een beetje vermolmd of in ieder geval verweerd. Maar dat is ook hetgeen wat ik zoek. Kijk, hier zie je dus dat harde hout wat goed is. Dit witte, dat is het spint. Dit. En dit is dan al vaak een beetje vermolmd. Maar als je dat wegsnijdt, dan kun je dat nog prima bewerken. En daarna behandelen. En dan blijft het ook mooi geprepareerd. Maar dit hout, dat kun je dus heel mooi gebruiken. En dit als contrast in kleur, is dat een mooie aanvulling. En hier maak ik dan een sculptuurtje uit. Een kleintje, hangt soms in aan de muur. Dus dat is, ziet er soms heel fijn uit. En in dit geval maak ik daar een mooi verweerd stuk hout met daar een hangend mannetje eronder aan met een baseball cap op. Deze. Zoiets in ieder geval. En dan, dit is nog wat grof en dat wordt het nog wat verfijnder. En dan heb je een heel mooi stukje. Dan hangt hij aan een paar vingertjes hangt hij zometeen aan dit stukje hout. En dat is een heel mooi effect geeft dat zometeen. Dus dat is het idee. En dat ben ik nu aan het doen.